zichzelf laten zien en vertelt over kitesurfen. Maar nou is kitesurfen wel een sport waar je behoorlijk wat lef voor nodig hebt. Ik vind het ook nog steeds best wel spannend om het water op te gaan. Dus ik dacht, is er geen alternatief voor mensen die het wel heel leuk vinden om te surfen en die watersport heel leuk vinden, maar die kitesurfen net een stapje te ver vinden? Nou, dat alternatief heb ik gevonden. Het heet suppen. Sup is een afkorting van stand-up paddling en dat zegt het eigenlijk al. Je staat op een surfplank en je beweegt je voort met een paddle. Nou, klinkt dat misschien een beetje saai, maar volgens mij is het dat niet. Ik heb komend weekend mijn eerste les en kijk even mee hoe het eruit ziet. Kijk, allereerst leer je dus om je balans en je evenwicht te houden, want dat is best wel lastig als je met golven en wind te maken hebt. En vervolgens stap 2 moet je natuurlijk leren sturen met zo'n paddle en je moet vooruit leren komen. Nou, dat doe je dus met een paddle, maar ook door middel van de stroming in het water en de wind. En het leuke aan suppen is, het is best wel een behoorlijke workout en het is natuurlijk veel leuker om gewoon buiten op het water te sporten dan in de sportschool op een saaie crosstrainer. Veel plezier! Hoi hoi!